Ja, Roos. Tot zover zendtijd politiek correcte partijen. Hoezo? Die 81% kan je niet weglachen en dat gebeurt standaard. Wacht even. Hoezo? Zendtijd politiek correcte partijen? Omdat het politiek correcte elan, wat meneer Pechtold zelf ook toegeeft... Dat is zijn opvatting gewoon. We gaan toch ook niet zeggen politiek incorrecte partijen als u wat zegt? Dit is een politiek correct standpunt. Dit is een politiek correct... Dit is een politiek standcafé. Ja, kijken, mevrouw. Ik ben uit het niets bekogeld, en mijn collega ook, bekogeld met eieren, omdat ik blijkbaar... op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Oh, kom, ja. Wie ben je eigenlijk? RTL? Of, Ik ben gemeenteraadslid. Oké. En je kwam daar en toen is dat gebeurd? Ja, toen is dat gebeurd. Maar weet je wel zeker dat wij dat zijn? Of kom je gewoon ook andere mans verhaal hier vertellen? Ja. Hoeveel mensen waren dat die eieren... Dat waren er in mijn beleving 3. Dit boek is 25 jaar geleden geschreven. Ja. En ik zoek heel veel uit. Maar jij ziet niet alles wat ik uitzoek, Sven. Nee, maar ik mag het toch wel vragen, of ja, niet? Ja, nou, ik antwoord toch? Ja, je lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, ik moet je zeggen dat de manier waarop ik hier naar de studio gelokt ben... en de wijze waarop je nu dit programma neerzet... waarbij mij een beetje de maat genomen wordt en gekeken wordt of ik wel deug... en of ik zuiver op de graad ben... volstrekt niet overeenkomt met de wijze waarop jij mij persoonlijk hebt uitgenodigd. Ik heb jou gebeld en ik heb gezegd... Ik zal je even citeren, Sven, wat je hebt geschreven. Doe maar vooral. Maar het feit dat u zo monocultureel te werk gaat... en dat u niet weet wat voor verschillende sentimenten in het leven... en hier in Nederland plaatsvinden, dat geeft... Doe niet zo raar. Dat geeft aan dat je... Je zit helemaal niet in de Ivoren Toren. Het is logisch om... Kijk, je bent een... luister, vriend. Je weet niet wat er gebeurt in deze samenleving en dat is jouw probleem. Je bent een provocateur, dat is je goed recht. Dat doe je met plezier. Maar dan moet je ook vragen verwachten als waarom draag je een muts? Waarom wil je geen handen schudden? Je moet niet zomaar beginnen met het zeggen van ja, je bent een provocateur of wat dan ook. Ik ben iemand die is opgekomen voor zijn rechten. Dat is iets anders dan te provoceren. Gefeliciteerd. Maar het feit... Maar jongens, waarom zitten jullie als zij zegt... er worden mensen van de fiets getrokken? Dat gebeurt toch ook? Dat zien we toch hier? Maar dit is gewoon uit context. Is maar één keer gebeurd en ik begrijp niet waarom het in meervoud gezegd wordt. Dat er mensen van de fiets... Nou, we zien in ieder geval dat het al één keer gebeurt. Ja, okay, één keer is toch niet vaker, of wel? Gaan we nou een beetje wijsneuzig doen over enkelvoud en meervoud? Of gaan we het gewoon doen over wat hier gebeurt? Ja, oké, ga verder, ja. Sorry. Of is er een reden voor dat je iemand van zijn fiets trekt? Okay. Ik kan ons eerder een organisatie noemen dan een straatterrorist. Of je doet je zonnebril af, hoezo? Je houdt je mond. Nee, hoezo? Nou, omdat ik niet ga praten met iemand die ik helemaal niet kan zien. Dan wil ik het van jou horen. Meneer Roos, ik heb soms het idee, hè, er wordt heel veel de elite en het politiek correct. Ik heb zo langzaam het idee dat we na de afgelopen jaren... dat we de andere kant zijn opgeslagen. Dat het populistisch correcte, dat alleen nog maar gehoord mag worden. En dat als een politicus die zegt... In de jaren 90 keek ik daar misschien wat anders tegen aan. Dacht ik nog wat weer meer welzijnswerk. Er was bang racist uitgemaakt te worden. Even niet te grote woorden. Niet te grote woorden. Als ik nu zeg, en ik zoek naar die kiezers. Hè? Als ik nu zeg, dat inzicht, daar moeten we anders mee omgaan. Dan kan je wel gelijk boem, boem en denken, ik heb weer gelijk. Dat vind ik het nieuwe correcte. Dat gescheld en dat afstand zoeken in plaats van te denken, zegt de ander ook iets. U hoort mij toch helemaal niet schelden? Waar heeft u het over? Nou, hij heeft niet gescholden, toch? Nee, dat is... Maar Jan is wel boos. Hij is wel boos. Daar staat volstrekt niet in, Sven, dat je mij hier de maat gaat nemen of ik contacten heb met criminelen enzovoort. Dit zijn gewoon 5 gespreksonderwerpen waar dit niet in genoemd wordt. Peter, jouw niet aflatende jacht op de misdaad, daar hebben we het volgens mij nu over. En we zijn 8 minuten bezig in deze uitzending. Ja, maar ik heb ook je aankondiging gezien. Dat is gewoon wat anders. Dat heb je mij niet gezegd. Je weet toch helemaal nog niet waar we het over gaan hebben? Ja, dat hoor ik nu, toch? Wat hoor je? Nou, ik... Nee, het is goed. Wat is goed? We hebben het hier over jouw aanpak. Onder andere voorwenselen hier naartoe gehaald. Dat is niet waar, Peter. Dat staat duidelijk in die mail. Je hebt geen moment, ook voor de uitzending, niet gezegd wat eigenlijk de bedoeling is. En helemaal niet. Dat je mij de maat gaat nemen en of ik wel zuiver op de graad ben. Peter, gaat deze uitnodiging totaal niet over. We gaan het over Wilders hebben. We gaan het over het werk van je dochter hebben. Je bent gewoon niet transparant, Sven. Ik ben heel transparant. En ik kan overal tegen en iedereen mag me alles vragen. Ja. Maar zeg dat gewoon in je uitnodiging als ik daar uitdrukkelijk We hebben het toch ook over je niet aflaten de jacht op de misdaad. Ik mag toch ook wel zeggen wat voor kritiek erop je is. Waarom kan jij niet tegen kritiek? Ik kan wel tegen kritiek. Ik kan er alleen niet tegen als ik onder valse voorwenselen ergens. Maar dat is niet zo. Je hebt net zelf voorgelezen het mailtje waar het in staat. Ja, nou dan heb ik er een andere perceptie van dan jij. Dat kan zijn. Ga verder met je vragen. Goed, dan ga ik verder met mijn vragen.
namelijk over je niet aflatende jacht op de misdaad. We komen zo echt op Wilders, we komen op je maatschappelijke betrokkenheid... en we komen op het werk van je dochter. Nou, mooi. Maar ik mag toch ook aan het begin van je laatste seizoen... Je mag alles, maar je moet me ook gewoon dan eerlijk uitnodigen. Dat doe ik bij deze. Nou, daar heb ik dan een ander beeld van. Kan Laat zijn. Ik zeggen, als ik iemand uitnodig voor mijn programma... dan zeg ik gewoon waar het op staat en wat hij precies kan verwachten. Ja. En jouw uitnodiging heeft daar niet een zweem van. Nou, dat ben ik niet met je eens. Dat zal in de loop van het gesprek blijken. Tenzij we hier heel lang blijven stilstaan, want dan is de uitzending voorbij... en dan kunnen we het er niet meer over hebben, whatever. Peter. Goed. Oké, we gaan zeg maar weg bij de former, oké? Ja. We gaan naar een andere plek. Andere plek. Ja. Dat we daar niet weg worden gestuurd. Maar ik dat is niet. De discussie toch niet? Het gaat om de gedragingen die daar plaatsvinden. Het maakt niet uit waar je hangt. Ik zeg dit gewoon tegen hem. Het heeft niks met jou en mij te maken. Maar luister, er is kennelijk... Als jij niks verkeerds doet, waarom zouden wij dan zomaar iets bij jou doen? Dat is niet logisch. Waarom dan? Met haar wil ik niet eens een gesprek. Nee, maar ja, goed. Ik ben nooit geweest. Ik zie jou ik woon daar keer... al 10 jaar. Ik zie jou eerste keer ik zie jou ook eerste keer in mijn leven. Ik heb nog nooit eerder gezien. Zij woont er al 10 jaar. Nee, maar ik wil mensen praten met verhalen die ze hebben zo gehoord. Maar ik heb haar nog nooit bij de FOMAR zelf gezien. En tot de dag van vandaag heb ik er nooit in Zaandam gezien. Maar misschien moet je je zonnebril dan afzetten en beter kijken. Dan kan je beter. Ja, maar je nodigt toch zelf niet uit te spreken als je mensen gewoon bedreigt en intimideert. Ja, dat haal jij erbij. Want ik ken genoeg mensen die komen en het geweldig hier vinden. Snap je? Jij bent wel een van de weinigen die het niet... Ze komt het hier op een algemeen plaats, komt ze het hier gooien. Ze kan ook naar ons toe komen, jongens, waarom veranderen jullie dat niet aan jullie video? Dit niet aan jullie video, in de plaats van... Nou, het gaat natuurlijk niet alleen om de video, het gaat om het gedrag. Ik heb geapplaudisseerd toen ik naar televisie kreeg. Want ik vind de Volkskrant een onbetrouwbare aceetbode van oude witte mensen die niet weten dat de maatschappij veranderd is. Ik was blij dat iemand het eindelijk zei, behalve ik. Ik heb tal van voorbeelden van de onbetrouwbaarheid van de Volkskrant vanaf Jean-Pierre Geleen, een van de grootste hypocrieten waarvan ik vernomen heb dat hij het voornamelijk met kleine kindertjes doet. Ik heb er geen bewijs van. Maar zo schrijft hij ook. En dat is mijn probleem, Matthijs. Dat insinuerende in de Volkskrant, dat anti-zwarte in de Volkskrant, maar dat is dat onbetrouwbare. Jij neemt nu terug wat je over Jean-Pierre Geelen zegt. Ik heb dat gehoord. Van iemand heb ik het echt gehoord. Dat ik heb het niet op de televisie zomaar over tafel gooien. Heb je gezien wat hij allemaal in de krant zegt over mensen? Heb je gelezen wat Jean-Pierre Geelen... Heb je het op de televisie gekregen, Jean-Pierre Geelen? Ja, Jean-Pierre Geelen heeft in de krant stukken gezet over mensen. Hij heeft over mij dingen gezegd die onbetrouwbaar waren. Dat kan ik beoordelen. Ik weet het. Ik heb van iemand gehoord die is dan toegekomen. Maar dat gaan we hier niet doen. Maar ik zeg dat het onbetrouwbaar is. Het is onwaar. En je hebt het hier over een televisiecriticus. Jij bent een televisiemaker. Misschien schrijft hij wel eens iets wat je niet leuk vindt. Hij heeft gezegd dat ik ziekelijk ben. Dat heeft hij opgeschreven, dat ik psychisch ziekelijk ben. Ik heb nu genoeg. Het gaat toch om jouw manier van werken? Ja, maar je zegt iets wat gewoon niet klopt. Maar ik heb het vonnis hier liggen. Ja, je kan wel een vonnis hebben liggen, maar je beweert dat ik het niet... En de rechter die zegt dat de aantijgingen in dit stuk rechtmatig zijn. Gelijkheid tussen man en vrouw. Maar meneer Roos, u dit nog deed. U had het niet over een satirisch programma. U zei dat u journalistiek bedreef. Dat heb ik niet gezegd. Maar meneer, zeker, meerdere malen. Nee, ik heb nooit gezegd dat ik journalist ben. Omdat je namelijk als je journalist bent, dat kan ik u ook aanraden, moet je enige vorm van objectiviteit proberen te hebben. En dat heb ik nooit gehad. Jan Roos, zullen we maar leg gewoon op tafel wat het probleem is. Dan hoeven we niet dit soort wijverige verwijten te maken. Gewoon zeggen wat er aan de hand is. Ik begrijp niet wat u bedoelt. U begrijpt heel goed wat ik bedoel. Nee, ik ben zogenaamd niet objectief. Pretendeer ik objectief te zijn hier? Dit is programma Pauw en Jinek. Ja. Wij stellen vragen aan iedereen hier aan tafel. Ja. Wat is het probleem? Ik heb weinig problemen, maar u neemt mij de maat dat ik niet objectieve journalist zou zijn. Ik vraag of dit de waarden en normen zijn waarvan u zegt die moeten bewaard worden in Nederland. Is dit wat u belangrijk vindt? Dat was de vraag. Nogmaals, dit is een filmpje van mijn werk, wat ik hier voorheen deed. Ja. Dat was een satirisch programma waar ik een rol speelde, waar ik geen journalist was. Waar die waarden... Distancieert u zich dan van wie u was? Nee, helemaal niet. Maar als u goed luistert, zeg ik dat ik die waarden heb over de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting, waaronder dit valt. Waaronder bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw of homo en hetero valt. Dit gaat niet om of je smaakvolle televisie hebt gemaakt. Maar het zijn politieke agitatoren als jullie die telkens blijven zeggen... Wie zijn jullie? Ja, wat denk je? De elite-racisten. Elite-racisten? Ja, de elite-racisten. Dat zijn de mensen die hier in de media zitten, hier in de redactie zitten. En die denken van ze kunnen zich
alles permitteren als het gaat over orthodoxe moslims. En allerlei dingen lopen te zeggen. Heb je nu het idee dat je goed bezig bent door te zeggen dat dit elite racisten zijn omdat ze vragen waarom je de dingen doet die je nee, doet? Nee, het gaat om de manier waarop geef je handelt. Geef jezelf dan nu een complimentje? Je bent gewoon dit en bezig. Maar het is niet waar, Sven. Er heeft in Actueel een pagina, een artikel van 6 pagina's over Klaas Bruinsma. Ja, na die is overleden. Nee. Je bent gewoon weer niet goed geïnformeerd. Jawel, Peter. Want ik nou niet zeggen dat ik ongelijk heb. Ik vind het allemaal prima. Het gaat hier niet, wat mij betreft, helemaal niet. En ik geloof ook voor wat Eva betreft niet over goede smaak. De vraag is dat je zegt, er komen mensen binnen die niet onze waarden hebben. Terwijl ik mij afvraag in hoeverre jij zelf nou zo voor die waarden staat. Ik geloof niet dat jij nou de meest homovriendelijke man per se bent. Want? Nou, door de uitlatingen die jij doet. Jij gebruikt homo heel vaak als een scheldwoord, bijvoorbeeld. Meneer, ik maak over iedereen en alles grapjes op Twitter en social media. Ik zie jou op televisie, zie ik jou op een gegeven moment ergens op de huishoudbeurs een vrouw bij de borsten pakken gewoon, en die vrouw die schrikt daarvan. Gaan vertellen dat Mark Rutte homo is, dat u nieuws heeft en dat u moet outen als homoseksueel. En dat brengen als een grote primeur. Is dat homovriendelijk of hoe? Prima. Dat is toch niet per definitie onvriendelijk? Nee, maar ik vraag het toch? Ik zeg ik vind het je reinste hypocrisie als je de rest van de tafel de maat neemt over dat in Amsterdam mannen niet meer hand in hand kunnen lopen. Waar ik het gevoel van heb, is er iemand hier die dat wel normaal vindt als dat niet meer zou kunnen? Nee, daar vinden we allemaal dat mensen erop gewezen moeten worden dat dat hier kan in dit land. En dan de premier een beetje, en dat was niet in je rol als commentator, maar gewoon op het nieuws, waar de man er al 100 keer over heeft gesproken, te vertellen, ik heb nieuws, hij is homo. Ik vind dat beneden alle niveau en hypocriet. Reageer er even op. Sorry? Reageer er even op. Ja, dat mag je zeker vinden. Kijk, nogmaals, dit was niet in het nieuws, maar in het programma Echte Janne. Daar hebben we wel meer dingen gezegd en gedaan. En die kunt u allemaal terughalen. Ik zit hier als lijsttrekker van Voor Nederland. Ik heb het over een bepaalde waarde. En dat u mij niet smaakvol vindt of niet grappig. Ja, dat zal allemaal wel, maar dat gaat helemaal niet over waar ik het over heb. Seksualiteit is iets privé. Ook voor een premier. En degene die daar meent nieuws over te moeten maken, gaat onder het niveau en zet zichzelf buiten elke discussie over dat onderwerp. Goed. En ja, we werken niet allemaal bij de KRO in dit land. Dus dan moet je soms met dit soort mensen in zee gaan. Ja, ik mag er toch wel een vraag over stellen. Ja, en ik mag er toch een antwoord op geven. Zeker, ja. Dat doe je dus bij deze. Ja. Goed, wat is nou... Eerlijk gezegd vind ik jou meer de dominee dan dat ik dat ben. Ik probeer het nu zo hoor. Vind je? Ja. Waarom? Ja. Volgende vraag. Maar ik had al bij u, bij het eerste gesprek, toen zei u aan mij hier buiten, ik geloof niet in de multiculturele samenleving. Nee. Dus u bent geen... Dus u gelooft niet in de multiculturele samenleving? Nee, natuurlijk geloof ik niet. Maar het doet er niet toe. Maar ja, ik wil dat wel zeggen. Aan dat ik geloof niet in de multiculturele samenleving. Bent. Dat geeft aan dat u geen honest broker bent. Geen honest broker? Ik ben helemaal geen broker. Nee, dat klopt. Weet je wat maar is? Wel je honest. Bent geen onafhankelijke journalist. Je hebt je eigen visies die je probeert te laten profileren en te prevaleren op andere mensen. We gaan de temperatuur laten dalen door te kijken.